Vier jaar terug, een dronken man van 17 raakt s'nachts verzeild in wat duw- en trekwerk in de straten van Rumst. De politie neemt de jongen mee naar het kantoor. De agenten fouilleren hem en sluiten hem op. Hij moest zijn schoenen afgeven, maar zijn kaptrui met een touwtje erin zagen de agenten niet. En net met dat touwtje verhangt de jongen zich in de cel. Enkele dagen later overlijdt hij. De agenten werden vervolgd voor onopzettelijke doding, maar de rechter spreekt hem vrij. De rechter heeft, heeft de stelling gevolgd, zoals hij komt te zeggen, en heeft eigenlijk gezegd dat agenten moeten bij eigenlijk een, een foeien bij, bij een bestuurlijke aanhouding, moeten zij eigenlijk een zekere beoordeling kunnen krijgen van wat gaan we afnemen en wat gaan we niet afnemen. Maar in dit geval zijn zij zeer formeel, we hebben geen touwtje gezien. Bovendien is de wet erg vaag over wat agenten moeten afnemen. Er is nergens een limitatieve lijst van die goederen die men eigenlijk moet ontnemen aan betrokkenen. Maar wanneer men risico's wil gaan handelen, ja, dan moet men dus betrokkenen bijna gans gaan ontkleden. Maar dat is dan weer al in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de mens dat bepaalt dat niemand eigenlijk naakt mag in een cel opgesloten worden. De advocaat van de familie denkt er nog over na om in beroep te gaan tegen de vrijspraak van de agenten.